zie een beter netwerk. Hallo allemaal, ik ben Anna en we gaan het hebben over straling. Want straling is overal en je kan er niet omheen. Niet alleen het heelal straalt, de zon onder andere, maar ook je computer, je lamp, je telefoon, je wifi-kastje, bananen en zelfs jij. Dus als iemand nog een keer tegen je zegt, goh, wat straal je vandaag, dan is dat waar, maar niet zo bijzonder. Maar er wordt de laatste tijd heel veel over straling gepraat, zeker met de opkomst van 5G. Dus vandaag de vraag, wat is straling, wat kunnen we ermee en hoe zit het nou eigenlijk met dat 5G? Nou, straling komt voor in een heleboel verschillende vormen. Het is dan ook eigenlijk best wel een verwarrend begrip, want we gebruiken het niet alleen voor elektromagnetische golven, zoals bijvoorbeeld licht, maar ook voor een aantal kleine deeltjes die vrijkomen bij kernreacties. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Vandaag focussen we ons op elektromagnetische straling. En binnen die categorie zijn er ook al een heleboel verschillende vormen. Want zichtbaar licht is waarschijnlijk de bekendste vorm, maar ook UV-licht, radiogolven, magnetrongolven, röntgenstraling, allemaal elektromagnetische straling. Wat ze gemeen hebben, het is een vorm van energie die zich als een golf door de ruimte beweegt met de lichtsnelheid. Je kan het ook beschrijven als golfpakketjes waar energie in opgeslagen zit. En die pakketjes die noemen we dan fotonen. Waar het eigenlijk om gaat is de hoeveelheid energie die in één zo'n pakketje opgeslagen zit. En die wordt bepaald door het aantal keer dat zo'n golf op en neer kan gaan in één seconde. Dat noemen we de frequentie. Hoe vaker die golf dus op en neer gaat in één seconde, hoe hoger de frequentie en hoe hoger dus ook de energie in het pakketje. Een andere manier om precies hetzelfde te beschrijven is de golflengte. En de golflengte is eigenlijk de lengte die er nodig is om één keer helemaal op en neer te gaan voor de golf. Je kan je voorstellen dat hoe groter die golf, hoe minder golven er in één seconde passen. En als de golf heel klein is, dan heb je dus een hoge frequentie en een kleine golflengte. Dus bij golflengte is precies het tegenovergestelde. Hoe groter de golflengte, hoe lager de energie. Golf je het allemaal nog? De verschillende vormen van elektromagnetische straling onderscheiden zich dus aan de hand van hun golflengte. Want die bepaalt hoeveel energie erin opgeslagen zit, maar ook wat je er precies mee kan. Dus, van lang naar kort, welke verschillende golflengtes zijn er en wat kan je er allemaal mee? De langste vorm van elektromagnetische straling die we kennen zijn radiogolven. Die kunnen een golflengte hebben van 1 meter tot ongeveer 1000 kilometer. En radiogolven gebruiken we natuurlijk voor radiosignalen. We doen er onderzoek mee aan het heelal met behulp van radiotelescopen. Want een heleboel sterren produceren ook radiogolven. Het grote voordeel van radiogolven is omdat ze heel erg lang zijn, ze weinig energie verliezen en ze dus hele lange afstanden kunnen afleggen. En ze worden niet snel in de weg gezeten door obstakels zoals bergen of gebouwen. De gemiddelde radiogolven worden gebruikt voor onder andere televisiestations, radio, GPS en mobiele telefonie. Dit is dus het soort radiogolven dat je waarschijnlijk in je dagelijks leven het meeste gebruikt. Daaronder komen de magnetrongolven, oftewel de microgolven. Die zijn niet goed in het overbruggen van lange afstanden, maar doen het wel heel goed op korte afstand. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld je wifi-signaal en Bluetooth. En je weet, zoals de meeste mensen, als je er één muurtje tussen zet, dan werkt het soms al niet meer. Ja, en je ziet hem waarschijnlijk al aankomen, maar de bekendste variant hiervan zijn natuurlijk de magnetrongolven in je magnetron. En die golven hebben een specifieke lengte van ongeveer 12 centimeter. En dat komt precies overeen met de trillingsfrequentie van water, watermoleculen. Wat de magnetron dus eigenlijk doet, is watermoleculen heel hard laten trillen. Daardoor worden ze warm en daardoor wordt je eten warm. Maar er zit ook een heleboel watermoleculen in je eigen lichaam. En om die reden zijn magnetrongolven dus niet zo goed voor ons. Magnetrongolven laten zich gelukkig wel makkelijk tegenhouden door metaal, dus er zit ook een metalen kast om je magnetron heen. Maar beter om hem niet te gebruiken met het deurtje open en misschien ook niet te vaak met je neus tegen het glaasje te drukken. En dan golven met een golflengte van ongeveer 1 mm tot 0,7 micrometer, dat noemen we infrarood. Dat kunnen we niet met het blote oog zien, wel eventueel met een speciale infraroodcamera of infraroodbril. Maar afhankelijk van de intensiteit kan je het wel voelen als warmte. Er zijn een aantal dieren die infrarood direct kunnen waarnemen, zoals bijvoorbeeld slangen. Het wordt natuurlijk in het leger gebruikt om mensen in het donker te zien staan en het is een onderdeel van sommige beveiligingscamera's. En daaronder komt mijn favoriete stukje van het spectrum, namelijk zichtbaar licht. Zichtbaar licht heeft golflengtes van ongeveer 0,7 micrometer tot ongeveer 0,4 micrometer. Een heel klein stukje maar van het elektromagnetische spectrum. De verschillende kleuren onderscheiden zich ook in golflengte, want rood heeft de langste golflengtes en blauw de kortste golflengtes. En na blauw komen we bij, jawel, UV-licht.
UV staat voor ultraviolet. En dat is een vorm van licht die wij niet direct kunnen waarnemen. Sommige dieren kunnen dat wel. Maar wat wij vooral zien is dat we er bruiner van worden en dat je erdoor kan verbranden. Gelukkig wordt het grootste deel van het UV-licht wordt gefilterd door de atmosfeer in de ozonlaag. En dan komen we bij röntgenstraling, oftewel X-rays. Röntgenstraling heeft golflengtes van 0,1 micrometer tot 1 picometer. En een picometer is piepklein, het is zelfs kleiner dan een atoom. Maar waar je röntgenstraling van kan kennen is bijvoorbeeld van de röntgenfoto's bij de tandarts of in het ziekenhuis. En dan komen we bij de kleinste vorm die we vandaag gaan bespreken en dat is gammastraling. Gammastraling heeft golflengtes die nog kleiner zijn dan die picometer van de röntgenstraling. Het kan zelfs zo klein worden als een atoomkern. Echt piepklein. Het is eigenlijk ook de meest schadelijke vorm van straling, maar gelukkig komt het bijna alleen maar voor in kernreacties en in het heelal. Dit zijn dus allemaal vormen van elektromagnetische stralen, waarbij het verschil vooral zit in de golflengte. En die golflengte die bepaalt ook voor een heel groot deel of straling gevaarlijk is of niet. Misschien heb je het wel eens gehoord, maar we spreken vaak van ioniserende straling en niet-ioniserende straling. Ioniserend bestempelen we als gevaarlijk, omdat er in ioniserende straling genoeg energie zit in één golfpakketje om een atoom kapot te maken. Bij niet-ioniserende straling is dat niet zo en daarom is dat dus in principe niet gevaarlijk. Van alle vormen van straling die we net hebben besproken zijn alleen hoogfrequent UV-licht, röntgenstraling en gammastraling ioniserend. En dat is ook niet zo gek, want die hebben de hoogste frequentie en dus ook de hoogste energie per golfpakketje. Als je zulke golfpakketjes op menselijke cellen schiet, dan kunnen ze de cellen en zelfs het DNA daarin aantasten. Gammastraling heeft dus de meeste energie per golfdeeltje en is dus ook by far het meest gevaarlijk. Het wordt wel gebruikt in het ziekenhuis bij het bestralen van tumoren. En dan is het er ook op gericht dat het die cellen kapot maakt. Röntgenstraling is ook schadelijk, maar dat gebruiken we voor röntgenfoto's. Röntgenstraling is alleen veel minder schadelijk dan gammastraling. En het voordeel van röntgen is dat het zich veel makkelijker laat tegenhouden door bijvoorbeeld een laagje lood. Alle vormen van elektromagnetische straling die we gebruiken voor communicatie zijn voornamelijk radiogolven. En die radiogolven zijn dus niet ioniserend en op die manier ook niet schadelijk. De magnetrongolven om je eten op te warmen zijn een uitzondering. Die zijn niet ioniserend, maar wel schadelijk. Maar dat heeft dus met de frequentie van watermoleculen te maken. Oké, dus voor alle vormen van communicatie die je waarschijnlijk in je dagelijks leven gebruikt, gebruik je een klein stukje van het elektromagnetische spectrum. En hoe groot dat stuk is, dat noemen we de bandbreedte. Maar zoals je weet zijn er een heleboel verschillende mensen met een heleboel verschillende apparaten die allemaal een klein stukje van dat spectrum willen gebruiken. Het wordt dus een beetje vol. Om die reden moet het overvolle radiocommunicatienetwerk ook heel goed gereguleerd zijn. Er moeten dus hele goede afspraken gemaakt worden over wie met welk apparaat op welk moment van welk stukje van het spectrum gebruik mag maken. En dat doen we met verschillende generaties van de communicatietechnologie. Nu zijn we aangekomen bij de vijfde generatie, oftewel 5G. Je kan het een beetje vergelijken met een snelweg. Bij iedere generatie komt er als het ware een baan bij voor meer dataverkeer. Maar er komen ook scherpere regels om te zorgen dat er minder filevorming ontstaat. Nu lopen we een beetje tegen de grenzen van 4G aan en zijn we dus op zoek naar nieuwe regels en eigenlijk ook naar een extra stukje snelweg. In het geval van 5G betekent dat we data op een efficiëntere manier gaan versturen door te verpakken in kleinere pakketjes die je over verschillende zendmasten tegelijk kan sturen. Daar waar de minste filevorming is. Maar we willen ook een extra autobaan en die zoeken we dus in een deel van het elektromagnetisch spectrum waar nog niet zoveel gebruik van wordt gemaakt. En in dit geval is dat de millimeter range. En de millimeter range zijn dus radiogolven met een golflengte tussen de 1 centimeter en de 1 millimeter. Dat is als het ware het allerkleinste stukje van de magnetrongolven. Het schurkt een beetje tegen de infrarood aan. Dit stukje van het spectrum wordt nog niet zoveel gebruikt voor communicatie, omdat het relatief korte afstanden kan afleggen. Dat heeft ermee te maken dat de golflengte korter is en dat het zich dus makkelijk laat tegenhouden door bijvoorbeeld een gebouw. Niet per se superhandig voor mobiele telefonie, zal je denken, maar er worden dan ook verschillende kleine zendmastjes door de stad geplaatst. Je zou kunnen zeggen, de zendmastdichtheid wordt wat hoger, maar het zijn allemaal kleine zendmastjes die ook veel beter kunnen focussen. Dat gezegd hebbende, wat hebben we eraan? Ten eerste, je internet wordt sneller. Zeker 10 keer zo snel. Je kan sneller streamen, sneller downloaden, veel meer gamen. En de kans dat het internet ooit nog overbelast raakt omdat er te veel mensen tegelijk op het net zitten is heel erg klein. Het gaat er hopelijk ook voor zorgen dat een heleboel apparaten zelfstandig met elkaar communiceren. En dat is een grote stap voorwaarts voor de slimme stad en natuurlijk de zelfrijdende auto.
5G zou de vooruitgang van de technologie dus heel erg kunnen stimuleren. Maar er zijn ook een heleboel mensen bezig om elkaar bang te maken over 5G. En ik wil toch heel graag even gezegd hebben, dat is niet nodig. Want van alle gevaarlijke varianten van straling die we hierboven besproken hebben, is 5G er geen. Het is niet ioniserend en is ook niet kankerverwekkend, zoals bijvoorbeeld hoogfrequent UV-licht, röntgenstraling en gammastraling. Het is niet in staat om het water in je lichaam te koken, zoals de magnetrongolven voor het opwarmen van je eten. En je huid verbrandt er niet door, zoals bij gewoon UV-licht. Het is gewoon een korte radiogolf, waar we nu nog niet zoveel gebruik van maken, en die er straks voor gaat zorgen dat ons dataverkeer een stuk sneller en efficiënter verloopt. En hoewel er dus relatief veel kleine zendmasten voor nodig zijn om het communicatienetwerk goed over de stad te verspreiden, zal 5G veel gerichter communiceren en zal het dus niet nodig zijn om dwars door alles en iedereen heen straling te sturen. Maar laten we ook even eerlijk zijn, straling is er ook in de vorm van bijvoorbeeld zichtbaar licht. Dat heeft een nog hogere frequentie en daar zijn we ook niet allergisch voor. Als er wetenschappelijk gezien een goede aanleiding zou zijn om te zeggen dat 5G wel een gezondheidsrisico veroorzaakt, dan zou ik dat echt geweten hebben en eerlijk hebben gezegd. Maar op dit moment is er gewoon geen wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen millimetergolven en gezondheidsrisico's. Echt niet. Als dat verandert, dan hoor je van me. Maar voor nu de groeten. Nou, nu weten jullie wat mijn favoriete deel van het elektromagnetisch spectrum is. En ik ben wel benieuwd van welk stukje van het spectrum jij het meest gaat stralen. Laat me het hieronder weten. Like, subscribe en tot de volgende keer.